Op welke dag uploadt Milan plot van een kijker? Ik moet even het schema erbij pakken hoor. Verdomme Milan, wanneer upload jij je shit nou weer? Dagelijks HD. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Nou, ik ging eventjes op het internet speuren en uiteindelijk kwam ik bij deze website terecht. Een quizjes website. Dus ik denk, nou oké, eens even kijken of we een paar leuke quizjes kunnen vinden. Nou, leuk, weet je. Uiteindelijk kwam ik op 1 quiz van Milan, 2e quiz van Milan, 3e quiz van Milan, eentje over Linktijger, nog eentje over Linktijger, eentje over Crocodile, eentje over de squad van Link, Jeremy, Harm en Joost. Dus nog een keer Link. En ik zat van, hé. Maar waar is mijn quiz dan, weet je? Waar is mijn quiz dan? Ik stond op de fucking 10e pagina van deze meuk, zeg ik dat goed? 10e pagina. En dan gaat het geen eens over mij alleen, hè? Dan gaat het geen eens over mij alleen, hè? Kijk jongens, ik wil niet veel zeggen. Ik wil niet veel zeggen. Maar wat voor getal zie je daar staan? Ik zie bijna zo'n 600.000 daar staan. Mijn ego is gedeukt hier, jongens. Ik kan gewoon niet meer zo arrogant zijn zoals ik voorheen was. Vind ik jammer. Vind ik jammer. Maar ja, dat even tezijde. Ik stel voor dat we gewoon een van deze quizjes gaan doen. Deze quiz is 11 juli gemaakt. Milan is nu 24 jaar oud op deze datum. Dat had ik moeten weten, want ik vroeg dat laatst zelfs nog aan hem. Maar ik zit te twijfelen tussen 25 of 24. Nee, het is 24. Milan heeft een vriendin genaamd Jill. Dat, nou ja, last time I checked, dat klopt ook. Milan vond het hersentrainerspel van Milan Speelt een leuk spel. Milan kende het niet. Milan heeft op dit moment een Swagway. Die heeft hij volgens mij inderdaad nog steeds. Milans moeder heeft een kat. Nou, ze heeft wel een poes, maar ik weet niet of ze een kat heeft. Het is omdat ik mezelf ook zo leuk vind, hoor. Nee, volgens mij heeft ze geen kat. Volgens mij had ze een kat. En die had ze toen volgens mij zelf overreden. Of dat was dus een andere familie. Ik weet het niet meer. Dat ging allemaal per ongeluk, niet expres. Milan heeft vroeger op breakdance gezeten. Daar zie ik hem wel voor aan. Ik weet, hij heeft jumpstyle vroeger gedaan. Maar breakdance, dat weet ik niet zeker. Maar ik zie hem er wel voor aan. Maar hij heeft me dat nooit echt... Tenminste, ik kan me niet herinneren dat hij mij dat heeft verteld. Dus ik ga er vanuit van fout. Het lievelingseten van Milan is pizza. Dat is niet waar. Want dat is de lasagne van de Aldi. Milan heeft een oorbel. Had. Dus dat is fout. Milans broertje heet Shanna, dat klopt. Dit is de ene laatste vraag, dat klopt ook. Kijk, dat vind ik dan kut, hè. Dat vind ik dan kut. Milan heeft zijn haar ooit permanent geverfd. Nee, hij is altijd blond geweest, dus dat is fout. Testresultaten, 6 van de 11. Wat? Nee, hè? Maar wat had ik goed, wat had ik fout dan? Ja, maar kijk, dat wil ik dan weten, hè? Dan wil ik dan weten. Wat had ik goed en wat had ik fout? Kan ik terug? Kan ik terug? Nee. Zo, dit is vernederend. Oké, tweede quiz. Tweede kans. We gaan ervan uit dat dit goed gaat. Deze is gemaakt door Elise Bakker. 16 mei 2016. Op welk kanaal maakt Milan parodies? Milan maakt parodies. Dit is Milan of dagelijks AD. Dit is Milan. Hoe oud is Milan op 14-5-2016? Ja, hier zit 24 ook tussen. Maar ik weet dus niet of ik die goed heb, hè. Dat weet ik dus niet. Ja, en het is nu 4:15. S'nachts. Dus ik ga hem ook niet even opbellen. Hé, man. Hoe oud ben je? Wat een kut tijdstip. 25. Gok ik hier 25. Hoe heet het kanaal van de vriendin van Milan? Crocodile Jill of Jill Vlog? Dat is Groco Jill. Waar is Milan geboren? Dat is... geboren? Utrecht, Rotterdam, Limburg, Assen of Amsterdam? Nou, dan moet het wel Assen zijn. Ik weet, hij is in Assen opgegroeid. Maar ik ben bijvoorbeeld niet...
op dezelfde plek geboren als waar ik ben opgegroeid. Het ziekenhuis was ergens anders. Hoeveel abonnees heeft Dagelijks AD op dit moment? 14 mei 2016. En we zitten nu op de 830.000. Dus 2 maanden geleden. Zal het zijn 790? 2 maanden. Ja, ik ga voor de 790. Ja. Hoeveel broers heeft Milan? 2. Hoe heette de opa en oma van Milan? Opa en oma. Peter en Suzanne, Jan en Annemarie. Heet zijn opa Jan? Peter zal het sowieso niet wezen. Henk en Marietje. Ik ga voor... Shit. Ik ga niet voor shit. Ik ga voor Henk en Marietje. Ik heb nooit zijn oma, opa en oma ontmoet. En ik heb al die vlogstukjes daarvan... Ja, dan zie ik ze gewoon... Ja, ik ben hier met mijn oma en niet met... Mijn oma Annemarie. Nee. Hoe heet de hond van de vriendin van Milan? Dat is Pip. Pip de hysterische pup. Wat is Milan zijn lievelingsdier? Nou, dat weet iedereen inmiddels. Wie was de huisgenoot? Ikke! Ja, oké. Ja, dat was ik. Hey, hoe is het? 8 van de 10. Het is toch 80%. Milan, ik stel je een beetje teleur. Je zal dit misschien kijken en dan zit je van... Hé, man, hoe kan je dat niet weten? Ik denk dat ik die opa en oma vraag fout heb, hè? Maar ik vind het zo kut dat ik die... Oh, wacht. Het juiste... Oh, kijk. Het staat hier wel. Nee, hij is dus wel 24. Ja, nee, oké. Dan gokte ik hier. Oké. Ja, nee, 24. Oké, 24. Krokodil, dat klopte. Assen klopte. Wat? 782? Zo, dan zijn we echt flink gegroeid. Juiste antwoord 2. Henk en Marietje, dat was goed. Pip is goed. Mieren is goed. Don is goed. Ja, nee, dan... Ja, nee, oké. Milan. Volgende quiz. Volgende poging. Hoeveel kanalen heeft Milan? Oké, we hebben hier... Dit is Milan. Je hebt Dagelijks AD. Dat zijn er al 2. Maar... Dan moeten we even naar jouw oude shit gaan bekijken, hè. Dan moeten we je oude shit gaan bekijken. En dan komen we uiteindelijk hier terecht. En dan... Oké, Hives. 2010. Jezus, man. Kijk, ik wist dat deze er was. Dit is Milan 2. Milan Knol heb je nog. Dus dat is al 4. Zitten we nu op. Maar deze quiz geeft maar 1, 2, 3 aan. En deze is toch wel van 24 maart 2016. Hanna. Ik zit al op 4 kanalen. Allemaal van Milan. Deze quiz, die klopt niet. Die klopt niet helemaal. 2 actieve kanalen ga ik er dan vanuit wat jij bedoelt. Dus dan kies ik voor 2. Welke parodie is van Milan het meest bekeken? Nou, dat is Domino, Ik Wil Fietsen of Blinde Mol. Overduidelijk, Ik Wil Fietsen. Wat uploadt Milan op Dagelijks AD? Milan speelt Plots van de Kijker en Akinator. Milan speelt Build Off en Minecraft Challenges. Ben en Net en FIFA Fridays. Nou, Milan, je had best wel een keer Ben en Net mogen overnemen. Dat is een kek spelletje. Vond je vast wel leuk. Jammer dat ik er zo doorheen jaagde. Het is antwoord A. Op welke dag uploadt Milan Plot van een Kijker? Ik moet even het schema erbij pakken, hoor. Verdomme, Milan, wanneer upload jij je shit nou weer? Oh, ik zie je vrijdag staan. Oké. Oké, sorry. Ik moest even spieken. Ja, weet ik veel. Ik bedoel, ik doe mijn upload, weet je, op Dagelijks AD. En dan, ja, dan neem ik een beetje afstand. Dan hou ik me bezig met mijn eigen kanaal. Dus wat deed Milan samen met Milan in de 100ste aflevering van FIFA Fridays met een V? Oké, dat is een crossbar challenge, dat weet ik. Met wie deed Milan de eerste aflevering van Best of 3? Dat deed hij niet met mij, dat kan ik me nog herinneren. Volgens mij deed hij dat met Enzo als eerst. Ik had er wel aan meegedaan, maar ik was volgens mij echt de derde of vierde. Want je had Enzo, die deed als eerst, daarna David, daarna ik en volgens mij nog iemand anders. Hoe heette de eerste aflevering van Akinator? Milan speelt waarzegger. Carbonkel jeugdtrauma's kwam vele malen later. En ADHD Dora kwam ook vele malen later. Met wie deed Milan zijn eerste Draw My Thing? Melvin en Don, Melvin en Harm, Melvin en Joost. Nou, we weten in ieder geval, conclusie, Melvin zit erin. Zat ik er ook in? Ik heb het gevoel, ik zat er ook in. Ik heb het gevoel, ik heb er niet in gezeten. Ik weet ik veel. Tyfus, dat is zo lang geleden, hè. Zo lang geleden. Ik bedoel, we maken dagelijks video's, hè. Dan kan je niet elke video kan je onthouden. Melvin en Joost. Ik gok Melvin en Joost.
Met wie nam Milan zijn eerste Rocket League video op? Was het met mij, met Arjan of met Sander? Ik denk met Sander. Sander is een Rocket League fanaatje. Hoe heet Milan zijn gamekanaal? Dagelijks HD. Testresultaten 8 van de 10. Hey. Juiste antwoord was 2. Ja, maar die klopte dus eigenlijk niet, die vraag. Paradiep meest bekeken is Ik wil fietsen. Juiste antwoord speelt Plot van de Kijker. Lalalala. Vrijdag Crossbar Challenge. Helaas, mijn antwoord was fout. Eerste aflevering. Ik deed de eerste best of 3 met hem. Dus. Speelt waarzegger. Juiste antwoord Melvin en Don. Really, ik deed ook daarmee als eerst. Kan ik even stoppen met elke keer als het begin erbij zijn? Sander deed mee en het juiste antwoord was dat. Ja, nee, oké. Kik, dat was kek. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond jij dit een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video van mij op Dagelijks AD. Graag tot de volgende keer. Doei doei. Of is het 1, 4, 6, 7? Vind je het logisch dat die niet werkt? Ik vulde ook gewoon een verkeerde code in. Man. 2, 4, 7. Hé, ja, hé. Dan moet ik ook niet 6 invullen. Kutkop.